Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en dit keer vanuit Hanoi, de hoofdstad van Vietnam. We zijn zojuist aangekomen met de bus vanuit Ninh Binh, wat prima bevallen is en super snel ging. Ik ga de kamer niet laten zien, want het is niet noemenswaardig. We hebben in ieder geval een hotel in het centrum voor niet zoveel geld, dus je snapt het wel. We gaan even het centrum verkennen nu, even een hapje eten ergens en even bedenken wat we hier de komende dagen allemaal willen gaan doen. Derde dag op rij. Deze marketing, deze Het is vandaag zaterdag, onze tweede dag in. Jammer. In Hanoi. We hebben gisteren een hele leuke eerste dag gehad. We zijn hier 's middags aangekomen. Toen zijn we pizza gaan eten bij de 4 P's. Echt de allerlekkerste pizza. Pizza, pasta. Ever. Je kan daar half-half doen, dus dan kan je twee smaken kiezen. We hadden pizza teriyaki en pizza salami chorizo. Het was echt zo lekker. Ik kan daar denk ik echt elke dag terug naartoe om die pizza te eten. In ieder geval even een goede lunch gehad. En toen hebben we daarna even opgefrist. En toen zijn we op de... Waar heb je echt staan? Lucht. En toen zijn we even op de Beerschot een biertje gaan drinken met nog een jongen uit Montfort. En met nog iemand die we in een groepsapp hebben leren kennen. En toen zijn we vervolgens daarmee naar de wedstrijd geweest. Het is hier in Hanoi in het centrum 1 stadion. En daar speelt een club. Hans mag weten hoe die heet. Vietel. Er komt geen kip kijken, dus je kan gewoon naar het stadion lopen en dan kan je daar voor 2 euro een kaartje kopen. Heb je het stadion gezien? Nee, wel voor het stadion. Ja, wel voor het stadion. Maar goed, het is in ieder geval niet zo druk. Het is een heel groot stadion, veel te groot voor de club. Dus je kan er gewoon naartoe en dan kan je aan het stadion kan je een kaartje kopen voor 2 euro. De sfeer in het stadion was overigens wel leuk. Met muziek en zo. Ik vond het wel op zich grappig om een keer te zien, maar het was echt een belabberde wedstrijd. Je moet niet bij de mensen die rondom het stadion lopen een kaartje kopen, want die hebben ze ook al eerder gewoon ingekocht. En die verkopen dat voor veel te veel. Dus gewoon bij de officiële ticketcounter, wat gewoon een tafel is naast het stadion, moet je even een kaartje kopen. In ieder geval wel een grappige ervaring. En toen zijn we daarna even gaan eten op de straat. Ja, wat ik echt vreselijk vind, omdat ik het gewoon niet lekker vind. En ik vind het gewoon goor. Maar goed, Kelvin die genieten. Gewoon net met niet. Ik ben daar gewoon helemaal niet van. Ik hou daar niet van, ik word er niet vrolijk van. Doe maar pizza, kan je me simpel noemen. Maar goed, dat, ja. In ieder geval, en daarna gingen we nog even ergens een drankje doen op een rooftopbar. Waar je dan wel echt de hoofdprijs voor betaalt. Maar het was wel leuk even. En toen zijn we daarna weer die Beer Street ingelopen. En dan kom je in allemaal van die toko's terecht. Nou, je moet gewoon even kijken waar je je goed bij voelt. Op een gegeven moment stonden we in een bar. Daar was het wel heel gezellig. En daar hebben we ook nog andere Nederlandse mensen ontmoet. En daar hebben we gezellig de avond mee doorgebracht.
Dus uiteindelijk was het heel leuk. Kwamen we om 4:30 bij het hotel aan. Was het luik naar beneden, konden we niet naar binnen. Toen was er even lichte paniek en toen drukte we op de bel en toen ging het luik omhoog. Dus thank God dat we konden slapen. En het is nu inmiddels, nou ja, bijna 12:00 denk ik. Het is al 11:45. We gaan nu even op zoek naar een plek om te eten. Want ik denk niet dat we hier nog een bite kunnen krijgen. En dan gaan we onze dag beginnen in Hanoi. Kijk hem zitten, joh. We hebben even een ontbijtje gehaald. En we wachten even tot we het mee kunnen nemen. En dan gaan we even lekker ergens langs het water zitten. Daar langs het water. Het enige rustpunt in deze hysterische stad. Nou, Famous Train Street mag je dus niet eens op. Hier komt straks de trein door de Train Street. En iedereen zit vol spanning te wachten. Het telefoontje. Iedereen zit helemaal klaar met zijn telefoontje. Tjoeke, tjoeke, tjoeke. Kun je een film of foto's van? Oh, there it is. Oh, we zien helemaal niks van die trein. Zoveel licht geeft die. We gaan naar Puppentheater, voorstelling van een uurtje. Hola, ¿hay que estar? Eso, hoy. La la toma. La la toma. Bueno, no me chenga para chang co bien luôn. Chị đẻ thôi. Ấy này bà con ơi. Vợ chồng nhà tôi. Thì lại muốn tinh nghề ấp vị. Và ghi chứng nợ nhất. Goedemorgen, het is vandaag maandag en nadat we gisteren echt een hele leuke dag hebben gehad in Hanoi en de stad lekker hebben verkend samen met Ilko en Marloes ook met z'n vieren, het was echt heel gezellig, zijn we vandaag op dagtrip naar Halong Bay. Je kan dit doen 2 dagen, 1 nacht of gewoon een dag vanuit Hanoi of vanuit waar dan ook. Maar 2 dagen, 1 nacht is eigenlijk dezelfde route die je vaart. Alleen slaap je dan halverwege en heb je dus iets meer tijd. Wij vonden dat niet nodig en hebben er dus gewoon voor gekozen om een dagtrip te doen. Dus we gaan vandaag dan de hele dag naar Halong Bay. We zijn vanmorgen opgehaald met de bus. En we zijn nu even op een stop om even te plassen en even een koffie te halen. En dan rijden we zo door naar de haven waar we op de boot stappen. En dan zijn we tot ongeveer 6:30, 7 vanavond aan het varen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik had hier heel veel zin in. Omdat het volgens mij echt prachtig is. Het is prachtig weer. Het is super zonnig. Dus dat hebben we in ieder geval goed uitgekozen. We hadden er ook wel een beetje naar gekeken dat het goed weer zou zijn. En we hebben in ons hotel in Hanoi hebben het laten regelen. Dus we betalen €40 per persoon. En dan worden we dus opgehaald. De boottour de hele dag. Lunchen erbij. Afternoon tea, entrance fees, nou ja, alles is eigenlijk geregeld. Dus op zich is dat een prima prijs. Dus ik zou zeggen, kijk lekker mee en wij gaan zien wat het vandaag gaat brengen. Okay. Lekker te chillen in de schaduw. Het is de haven waar ze op de boot stappen. Je ziet het al liggen op de achtergrond. Het is wel een hele toeristische bedoeling. Dat had je natuurlijk al wel kunnen verwachten, maar wat gaat het tegen? Ja. Ik ben vandaag vegetarisch vanwege de patat. Ja, heerlijk. Ja, kijk, ik moet niet. Ik ben tegen iemand anders. Heb je nu al last van mijn rug?
Goedemorgen, het is vandaag maandag, onze laatste dag in Hanoi. We zijn gisteren een dag naar Halong Bay geweest, waar we een beetje mixed feelings aan hebben overgehouden. Enerzijds was het echt super mooi, hadden we echt fantastisch weer, helemaal een gezellige dag gehad met elkaar. Anderzijds was het echt mega toeristisch en zaten we op een tour op een boot waar we echt in rap tempo achter elkaar allerlei activiteiten moesten doen. Dat moest heel gehaast naar elkaar. Je had bijna geen tijd om ergens fatsoenlijk even te kijken of even te rusten. Je had dan ook zo'n zondek op die boot. Maar je had eigenlijk bijna geen tijd om daar ook even lekker echt de zon en een beetje van de omgeving te genieten. Dus wij hadden dus een dagtour gekozen omdat je voor 2 dagen dezelfde route vaart, maar dan in 2 dagen. We dachten, nou, een dag is prima. Wellicht als je dus 2 dagen gaat, heb je dus wel iets meer rust. Om alles te kunnen zien en doen en ook een beetje uit te rusten. Dat kan ik me zo voorstellen. Maar goed, we hebben uiteindelijk met elkaar een leuke dag gehad. En het was prima, maar het was niet zo'n bucketlist ding als ik van tevoren had gedacht. Ik lust er nog wel eentje. One more. Zo, goedenavond. Wij zijn weer terug in het hotel. We hebben vandaag een hele relaxte dag gehad in Hanoi. Het is onze laatste dag. We hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan. We hebben vanmorgen ontbeten bij Hanoi Coffee Station, wat eigenlijk best wel dicht bij ons hotel zat. Dat was echt een prima ontbijtje. En daarna zijn we naar de spa gegaan, naar de Nail Garden. Of de Garden Nail. Nail Garden. Nou ja, daar zijn we, hebben we alle 3 een pedicure laten doen. Was eigenlijk echt heerlijk. Gewoon even ontspannen. Even een uurtje een beetje op je telefoon, social media kijken. En ondertussen ook lekker een beetje aan je voetjes geplukt. Ik heb even mijn nagels opnieuw laten doen. Of mijn teennagels opnieuw gel lak. Want dat was er een beetje kapot gegaan de afgelopen weken. Dus daar zit weer lekker een fris kleurtje op. Dus helemaal blij mee. En toen hebben we daarna nog een rondje door de stad gedaan. En toen op een gegeven moment kwamen we, waren we in de Franse wijk. En toen kreeg ik al een berichtje van Jacob, onze vriend waarmee we gesurfd hebben in Kuta, op Lombok in Indonesië. Zo alweer van effies terug. En die zat hier ook. Echt super toevallig. Die was gewoon impulsief naar Vietnam gevlogen. Was eerst eigenlijk niet zijn plan, maar uiteindelijk toch gedaan.
Dus ja, toen moesten we vanzelfsprekend even een drankje gaan doen. Dus toen zijn we met z'n vieren even wat gaan drinken aan het meer. En toen hebben we daarna ook nog met elkaar gegeten bij Poke Hanoi. Waar je voor 7 euro per persoon volledig je eigen pokeball samen kan stellen. Dan kan je echt zelf kiezen wat je er allemaal op wil. Welke toppings, welke vis, noem allemaal maar op. Was heel erg lekker. Echt super lekker gegeten. Dus ook zeker een tip, zit aan het meer. En daarna waren we het eigenlijk wel zat. Zijn we teruggegaan naar het hotel, hebben onze backpacks ingepakt. En morgen gaan we weer verder. We hebben om 6:30 morgenochtend vroeg de bus naar Hajiang. Waar we de komende dagen de Hajiang Loop zullen gaan doen. Dus morgen eerst een busrit van ongeveer 6 uurtjes. En als we daar dan aankomen, hebben we nog een middagje vrij. Kunnen nog even ergens wat eten 's avonds en dan op tijd slapen. En dan gaan we dus de volgende dag, dat is dan woensdag, gaan we de Hajiang Loop doen. Dat is 3 dagen lang een motortocht door de bergen, wat onwijs indrukwekkend schijnt te zijn. Dus daar hebben we heel veel zin in. En daar gaan we dus morgen naartoe. Dus daarmee sluiten we ons verblijf in Hanoi af. We hebben het echt onwijs naar ons zin gehad. Het is een super leuke, bruisende stad. Het is denk ik echt een aanrader om in het weekend hier te zijn. Omdat in het weekend dus ook rondom het meer het autovrij is. En er zijn dan echt onwijs veel leuke dingen te zien en te doen. Er hangt een hele toffe sfeer. Je kan leuk uit, je kan lekker eten. Er is echt van alles en nog wat te doen en te zien. Dus we hebben hier ons makkelijk 4 dagen goed vermaakt. Dus echt een 100% aanrader om hier naartoe te gaan als je in Vietnam bent. Ik ga ook de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om ons te volgen. Doe vooral even een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je op de hoogte wilt blijven van mijn volgende uploads. En dan zien we je heel graag bij de volgende video over de Hajiang Loop. Doei!